Goedendag allemaal. Het is vandaag 14 juli 2017. Het heeft flink geregend hier de afgelopen dagen. Op een zeker moment hadden we meer dan 50 mm. En daar kunnen we het voorlopig wel mee doen. Belangrijk nieuws van de week was dat oud-minister, landbouwminister Gerrit Brax is overleden. Hij is 84 jaar oud geworden. En hij was toch een markante persoonlijkheid. Hij is een bekende landbouwminister geweest. Hij heeft ook heel lang aan het bewind geweest. En ja, het was toch even schrikken toen we in de krant lazen dat hij was overleden. Natuurlijk al vrij lange tijd echt uit het nieuws verdwenen. Maar dan, als je een beetje bent opgegroeid in de landbouw, dan blijft de naam Brax toch altijd nog nadenderen in alles wat met de landbouw te maken heeft. Ja, Brax was een eenvoudige jongen, zou je kunnen zeggen, want hij kwam zo uit een boerengezin. Ik geloof dat zelf kinderen hadden. Ze hadden een gemengd bedrijfje met varkens, kippen en koeien en noem maar op. Maar de Brax, die viel op. Die viel op. En het was onder andere de voormalige minister, ook een landbouwminister, Lardinois, die Brax binnen de NCB en heel die organisatie van boeren, van boerenorganisaties, dat hij daar opviel en dat hij de Brax adviseerde om het wat hoger op te zoeken en het wat verder op te zoeken. En hij werd ook nogal actief in de politiek. En dan in het voormalige CDA, de KVP zou je kunnen zeggen in die periode, was hij natuurlijk al vrij snel een opvallende man. En toen is hij op een zeker moment, na allerlei, ja, we zullen ze allemaal niet noemen, maar allerlei functies, is hij benoemd tot minister van Landbouw. En dat was even heel bijzonder, want dat was een boerenjongen die minister van Landbouw werd. Dat was wel eerder geweest, maar van zo'n toch vrij, laten we zeggen, eenvoudige komaf uit dat Oost-Brabantse, waar in die periode natuurlijk toch wel de opkomst kwam van de varkens- en de kippenhouderij, maar toch nog eigenlijk een beetje in vergelijking met andere gebieden in Nederland, ja, toch nog een vrij eenvoudige milieu was. En een van de opvallende dingen die de Brax moest doen, want zo werd hij genoemd, onze Brax, dat was de aankondiging van de melkquotering. We weten nog goed dat hij een persconferentie hield en bij toeval waren we daarbij. En hij legde de plannen uit voordat hij daarmee echt naar de boeren ging. En mensen, je kunt het geloven of niet, dat was natuurlijk een enorme hoeveelheid oppositie tegen, want ja, melkquotering, daar hadden ze nog nooit van gehoord, maar het was natuurlijk al lang aan de horizon aan het oprijzen dat het er een keer van zou komen. En toen was het zover dat de melkquotering in Europa werd ingevoerd en de melkveehouders die stonden op de achterste benen. En Brax moest dat beleid gaan verkopen in een ik weet niet hoeveel zaaltjes en bijeenkomsten waar mannen met opgestroopte mouwen en de petscheef op de kop en schuim op de bek gereed stonden om de Brax eens goed aan te vallen. Want ja, hij moest toch maar zorgen dat dat van tafel ging. Want ja, melkveehouderij aan quotering, dat kon toch niet. Tegelijkertijd vergaten die mannen natuurlijk dat er boterbergen waren en dat de melk overschot was enzovoort. Melkpoeder en boter werd teruggevoerd aan de kalver. Kortom, was een onhoudbare situatie geworden. Maar wat Brax goed kon, dat was hij sprak de taal van de boer. Hij was degene die wist hoe je met boeren om moest gaan, hoe je die moest toespreken om toch een slechte boodschap te verkondigen. En hij kon dat als geen ander. En dat lukte Brax bijna overal waar hij kwam. En dat waren nog gloriedagen. In de gloriedagen zou je kunnen zeggen van de Katholieke Volkspartij en het CDA in die periode. Dat ze waren machtig in de politiek en ze konden in feite met de landbouw een hoop kanten uit. En dan Brax op zo'n ministerie, dat was natuurlijk toch eigenlijk de kers op de taart, zou je kunnen zeggen. En ja, onze Gerrit, wat hij ook altijd deed, en daar moesten we wel eens om lachen. Als er een interview was, of hij kwam in het nieuws, Gerrit Brax ging er altijd prat op dat hij thuis de koeien nog gemolken had. Hij wist hoe dat moest, hè? Met de hand, hè? Niet met een machine, maar gewoon met de hand koeien melken. Dat had hij thuis geleerd. Maar ja, voor die tijd hebben we natuurlijk andere landbouwministeries gehad, hè, landbouwministers gehad, maar Brax was toch wel een van de meest opvallende uit die periodes. Hij was ook bekend als een keiharde
onderhandelaar. Hij kon eindeloos in Brussel zitten te vergaderen. En dan duurde dat, hè, want die mannen op een of andere manier begrepen dat niet. Want je zou zeggen, met je boerenverstand hakte een paar knopen door en je zei het. Maar ja, in Brussel, dat toen nog relatief klein was, de EEG, was het toch al moeilijk om tot overeenstemming te komen. En wat een Brax dan deed, daar ging hij tussendoor. Zijn ambtenaren zaten natuurlijk in de stoel en die gingen verder met onderhandelen. En Brax, weet je wat hij deed? Die trok zich dan terug. En dat zei hij zelf, want het is niet dat wij dat verzinnen. Maar dan ging hij ergens in een kamertje in zo'n gebouw op de grond liggen. Gewoon plat op de grond, zonder kussen en zonder wat dan ook. En dan ging hij gewoon slapen. En dan bleef hij zo een paar uur of een uur geslapen. En dan was hij weer hartstikke fit om aan het werk te gaan. Maar ja, je weet hoe dat gaat in de politiek. De politiek, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een kwestie van, als de oppositie kan, dan lichten ze jou een pootje en dan valde. En wat gebeurde er? De Brax, die werd verdorie gedwongen tot aftreden. Want wat was er mis? Helemaal buiten zijn ministerie om, in de visserij, had hij het uit de hand laten lopen. Zei men, hè, men hij kon die vissers niet in bedwang houden en er werd te veel gevist enzovoort enzovoort. En de Partij van de Arbeid, met name geloof ik was dat die van Zeil, die was degene die de kat de bel aanbond, of laten we zeggen, die Brax de bel aanbond en hem in feite ten val liet komen. Het was een heel gedoe. Het was natuurlijk toch wel even tragisch dat Brax af moest treden. En hij begreep er zelf eigenlijk ook geen flikker van hoe dat kon om zo'n toch eigenlijk onnozel iets. En hij voelde zich, hebben we gelezen, ook in de steek gelaten door zijn eigen CDA, met name door Lubbers. Want ja, hoe dan ook, de Brax had toch een klein beetje slijtage opgelopen. En ja, dan ben je over de datum, zou je kunnen zeggen. En toen hadden ze een mooie gelegenheid om te zeggen, nou man, hou er eens mee op. Ja, en dan zitten daar en dan ligt de wonde, want wat moeten we dan doen? Zij zijn jarenlang minister geweest van Landbouw en dan plotseling zitten thuis in Sint-Michielsgestel, geloof ik dat die woonde. Toen hebben ze natuurlijk, want zo doen de politici dat onder elkaar gezien, dat op het ogenblik nou ook weer. De Partij van de Arbeid die ontzettend veel stemmen verloren heeft en eigenlijk niks meer in de Kamer te betekenen heeft. Die moet voor een hoop van die gasten die daar eerst zaten baantjes zoeken. Nou, Brax was eigenlijk ook zo iemand natuurlijk die men toch niet helemaal in de kou wilde laten staan. Hij kreeg verschillende baantjes. Maar het meeste wat Gerrit Brax ambieerde was toch eigenlijk de directeurschap of voorzitterschap, ik weet niet wat dat was, van de Wereldvoedselorganisatie, de FAO. Daar wilde hij graag bij toetreden, hè? Of directeur worden, weet ik niet meer precies wat was. En toen moest er over gestemd worden. Ja, dat was een tragische gang. Want Brax, die er ook was, en Gerrit Bukman, Piet Bukman was toen landbouwminister, die was er ook. En die steunde natuurlijk Gerrit Brax in die kandidatuur. Maar wat was het gevolg, jongens? Het was echt droevig, want al met al kreeg Brax ene stem. En die ene stem, ja, je snapt al wie die was afkomstig, die was van Piet Bukman afkomstig. Dat was echt wel een grote afgang voor Gerrit en dat was wel jammer, want we hadden hem een dag Gerrit gegund. Maar het werd niks. Ja, en nou zijn we aangeland in een periode dat we geen eerste minister van Landbouw meer hebben. Maar we hebben er ook een paar gehad na Brax, jongens. Daar zouden toch eigenlijk buikpijn van kunnen krijgen, hè. We denken nog aan zo'n man als Brinkhorst, Arend Jan Brinkhorst. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat ze zo een man op de boeren hebben afgestuurd? Die arrogante kop van die man en die arrogante taal van die man, dat ambtelijke, dat verschrikkelijk irritante wat die man opriep als hij bij de boeren was. Hoe is het mogelijk dat die man is ooit op die post gezet? Welke politieke onbenul heeft dat destijds gedaan? En dan had je ook nog een andere, de Van Aartsen, hè? Die nou net afgestopt is met het burgemeesterschap van Den Haag. Josias Van Aartsen, een minister van Landbouw. Hoe krijgt het in uw kop als politiek om die op de boeren af te sturen? Ja, dat komt omdat je dan toch dingen krijgt dat men eigenlijk maar denkt, ja, we moeten dat bandje maar toeschuiven naar iemand die het toevallig op dit moment dat uitkomt. Zonder dat je rekening houdt met het feit dat zij iets van de agrarische Nederland begrijpen. Ze zeiden, worden helemaal gestuurd door de ambtenarij en dan moeten zij een beleid gaan verkopen wat indruist tegen alle belangen van de boeren. Brinkhorst en Van Aartsen, dat waren rode lappen
rode lappen zoals die op een stier werken. Maar goed, ze zijn er mee weggekomen. Dus wat dat betreft hebben we wel gezien dat dat ook mogelijk is. En nu wordt de roep om een nieuw ministerie van Landbouw wordt weer gehoord. Maar de vraag is natuurlijk, moeten we daar aan beginnen? Alleen aan beginnen zouden we zeggen, want we zijn natuurlijk een hele belangrijke bedrijfstak. Dat moeten we niet vergeten. En dan zouden we zeggen, dan moet je er alleen aan beginnen. Als je daar ook een man neerzet of een vrouw, mag niet uit. Waarvan je zegt, ja kijk, die kan ook een klein beetje de boerentaal spreken. Want anders begint er niet aan en laat het dan maar gewoon economische zaken zijn of wat dan ook. Maar gezien ons belang van de agrarische sector is dat natuurlijk wel iets dat zeker op zijn plaats zou zijn om een nieuw ministerie van Landbouw te benoemen. Ja, en dan de aandacht voor Gerrit Brax. Hè. We hebben in verschillende kranten gekeken, maar daar was eigenlijk weinig over te lezen. Maar alleen de Volkskrant, wat toch eigenlijk een krant is waarvan je zegt, die had een mooi pagina groot artikel over de Gerrit geschreven. En dat was best goed, de minister die de taal van de boer sprak. Klopt, klopt, helemaal. Daar hadden ze de spijkers sloegen ze daar precies mee op de kop. Kijk, Gerrit was natuurlijk een onvergetelijke Brabander. Kijk, wij uit Noord-Brabant, wij zijn natuurlijk best trots op die man dat hij dat heeft bereikt. En dat hij dat toch zo'n stempel op de landbouw heeft gedrukt. En we vinden dat we daar een onvergetelijke mooie Brabander. En we hopen dat hij rust in vrede. En we zullen hem in de landbouw zomaar 1, 2, 3 niet vergeten. En ik had er nog eens een lijstje gemaakt. Dat is toch wel interessant om te kijken wie er nou allemaal minister van Landbouw zijn geweest vanaf 1945. We zullen niet al te veel vermoeien, maar dan hebben we Sikko Mansholt. Natuurlijk een man waarvan je zegt, ja, die heeft toch iets gedaan in die landbouw na de oorlog van ongekend belang. En wie hadden dan nog meer uit de boerensector? Sikko Mansholt was ook boer, hè? Dat moet je niet vergeten. Een Groninger boer, een Groninger herenboer, zeiden ze, maar een man met visie. Dan had je Cornelis Staf, dat was eigenlijk toch niet, maar van Defensie hadden we die ook gehad. En dan hebben we in Victor Marijnen. En hadden we ook Barend Biesheuvel niet te vergeten. Dat was ook een boer. Ook een boer van afkomst. En Pierre Lardinois uit Noord-Brabant. Later de grote man van de Rabobank. Tiemen Brouwer. Fons van der Stee, kende hem nog. Was hier uit Zevenbergen, hier uit West-Brabant. Ook een klein beetje met agrarische achtergrond. En toen kwam Gerrit Brax. En toen kregen we Jan de Koning. Ha, Jan de Koning, ook een hele bekende landbouwminister. En na Jan de Koning kwam Gerrit Brax weer tevoorschijn. En Gerrit Brax bleef bezig. Toen kwam Bert de Vries nog een poosje. En daarna Piet Bukman. En Piet Bukman, dat was ook een tuinderszoon. Had ook eigenlijk best wel idee van de landbouw. En toen kregen we Josias van Aartsen. Ja, of all people, Josias van Aartsen. Ajo Apotheker, dat is ook nog een tijdje aan bod geweest. En toen Lauris Jan. We krijgen er nog een vieze smaak van in de mond. En daarna kwam Kees Veerman, een akkerbouwer hier uit het zuidwesten. Bekende man, goede flamboyante minister. Maar ja, die had er ook vrij snel had het idee, jongen, waar ben ik aan begonnen? Want gedoeg het nooit goed of het deugt niet. En toen kregen we als laatste Gerda Verburg, een boerendochter, ze kon ook melken, want we hebben gezien dat ze dikwijls werd gefotografeerd onder de koe. Ze kreeg nog een keer een hoop kritiek over de kop, want ze had een glossy laten maken. Weet je wel, dat is zo'n mooi tijdschrift, betaald met geld van het ministerie van Landbouw, als we goed hadden begrepen, wat helemaal over haar ging. Toen is ze wegbevorderd, ik geloof ook naar het FAO, en we hoorden er nooit meer van. En ja, ze zit daar en ze heeft een mooi baantje en ze strijkt natuurlijk haar salaris op. Dat is goed recht, maar wat ze ervoor doet, wij weten het niet. In ieder geval, mannen en vrouwen, ja, we zitten nu zonder minister van Landbouw. En het land gaat ook nog wel gewoon door. We zien maar hoe het gaat. We zouden zeggen, laten we Gerrit maar even nadenken voor degenen die dat nog weten. Want er zal een hele generatie zijn die denkt, ja, wie is die Gerrit Brax? Want als we dat zien, hij was tot 1989, 1994 of zo was die minister. Maar ja, we moeten kijken hoeveel later dat we nu al zijn. Mannen en vrouwen, ouder zouden we zeggen. Trouwens worden vanmorgen nog even op de radio dat er in Nijnsel in Noord-Brabant toestemming is gegeven, dat kon niet anders, voor een stal met varkens waar 1600 varkens in kunnen. En dan staat de wereld weer even op zijn kop, want ze denken dat die alle 1600 bij elkaar zitten. Maar dat is niet zo, dat hebben we al eerder gezegd. Ze zitten allemaal in verschillende hokjes, dus net als in een grote stad. Onthoud dat maar eens. Audu en tot volgende week.